Hallo, ik ben Femke en ik ga hier een beetje rondlopen over zomerzinnen. Het is nu lekker weer, dus het zal wel lukken hier. Ik ga misschien wel met wat mensen praten en wat dingen laten zien. En ik zie wel of het hier leuk wordt. Ik heb nog niet hele leuke dingen, verwachtingen, maar het zal vast wel leuk worden. Ik zie het wel. Een schip naar Paramaribo. Gezoem achter het sleutelgat. Men geeuwde zeer voornaam en hij verloor. Ga je gang, wat wil je? Waarom ben je hier? Ik ben hier omdat hier een buitenpodium staat. Ja, leuk. Buitenpodium? Ja. Het weer is gelijk kak. Maar het is wel heel gezellig. Waar heb je die schoenen gekocht? En jij moet geen vragen stellen. Nu vraag ik. Ik weet dat je gewend bent om vragen te stellen, maar waar heb je die schoenen gekocht? Ik heb mijn schoenen gekocht in New York. Het zijn All-Stars. Maar deze kunnen alleen in Amerika gekocht worden. Zijn het echte? Het zijn echte, ja. Waarom draag je schoenen op pak? Omdat ik een hekel heb aan pakken. En dit draag ik alleen voor mijn werk. En ik weiger om leren schoenen te dragen, want het zit niet lekker. En ik spring graag. Gaan we samen springen? Ja, het is samen springen. Ja, we gaan samen springen. Ja. Wat is je favoriete toetje? Karamelvla. Karamelvla? Ja. Bij jou? Ik geloof niet. En stop. Ja. Het Drentse water staat naar een koord. Maar het bestaat, ik geef je mijn ere woord. Ik ken de zo weer met allebei hun ogen dicht. Volg me gewoon het zutterlicht. Voetbal wou ik zelf wel, maar het schrijven heeft men mij gevraagd. Overkwam je gewoon? Overkwam mij en toen dacht ik, toen ik dat voor het eerst gedaan had, dat vind ik leuk. Vind het wel leuk? Ja, ik ben echt een kleine waarnemer en een columnist. Dus je blijft niet hier? Jazeker, ik doe het al een jaar of 30 of zo. Ja, ik vind het fijn. Ga je nog veel voetballen? Voetbal je nog veel? Nou, dacht het niet. Het zit er echt niet echt meer in. Ook soms nog een balletje trappen, dat ook niet. Nee, maar ik ben echt zo'n pechvogeltje met dat. Ik heb vaak in ziekenhuizen gelegen door blessures van het voetbal. En naarmate je ouder wordt, ja, Achillespees. Ik wil niet nog een keer een iets oplopen. Wat, dat, duurt wat langer voordat het geneest. Nou, ja, ja. Een jaartje of twee. En ik heb nog één vraag. Wat is je lievelingstoetje? Crème caramel. Caramel. Oké. Ik ben hier lekker aan het chillen op zomerzinnen. En ik vind dat Femke de Eipel moet winnen. Want haar film is de allerbeste. Die moet je willen. Je wil hem testen. En als je niet stemt op Femke, ben je gek. Snap je? Dan ben je niet goed. Dan weet je gewoon helemaal niks van hele goede films af. Daarom zeg ik, Femke moet die iPod winnen. Big shout out en peace out hier later. Nou, dit was zomerzinnen voor dit jaar.
Het viel eigenlijk wel mee. Ik vond het wel heel leuk dit keer. Ik heb een boek gekregen van Arie Boomsma. En dat was eigenlijk ook waarom ik naar Zomerzinnen ging, vanwege Arie Boomsma. Maar de lezing viel me een beetje tegen. Ik heb dit boek gekregen omdat ik een gedichtje voor had. Dat was een kamelengedicht. Dat staat hier ook. Niet het gedicht zelf, maar dat was Kameel, eigen schuld, dikke bult. Heel simpel, maar die wist ik alleen nog maar uit mijn hoofd. Ik heb samen met een jakhals gesprongen, dat was heel gezellig. Ik heb ook dit boek van Hanna Barefoots gekocht, want ik vond haar lezing vond ik heel leuk. En ze had ook wat voorgelezen over dit boek. Ik vond de rap heel leuk. Ik heb met Jan Mulder gepraat en eigenlijk was het allemaal heel gezellig. En ik denk dat jullie me volgend jaar wel weer zien. Doei!